Ik ben Sihaam, 19 jaar. Ik doe de opleiding Helpende Zorg en Welzijn aan de Noorderpoort College. Ik loop nu stage bij Dignis, locatie Oosterpark 1. Dan haal ik deze eruit. Die leggen we gewoon weer terug hoe ze het belangrijk. Waarom pak je niet zelf de lakens? Omdat mevrouw dat prima zelf kan. En wij bevorderen hier de zelfredzaamheid. Ja? Dus wat de ouderen zelf kunnen, mogen ze ook zelf doen. Dus dat ze toch nog bij betrokken zijn. Dus niet dat alles wordt overgenomen. Ja. Wat een gemier. Staat hij zo goed? Ja, zo is het gevouwen. Ja? Remco, jij gaf vanmorgen aan dat je even met mij een gesprekje wilde. Nou, ja, ik ben vanmorgen toch wel ergens tegenaan gelopen. Ik kom vanmorgen bij mevrouw Jansen. En kwam mevrouw Jansen gaan wassen en ze begon te slaan en ze begon te schoppen. Vervelend. Hé, Remco, wat is dat? Waarom bespreek je dat met deze meneer? Nou, dit is Peter, dit is mijn werkbegeleider. Ja, als je altijd ergens tegenaan loopt, dan kun je toch altijd bij je werkbegeleider terecht. Dus ook als je gewoon tussendoor nog wel ergens tegenaan loopt, kun je altijd gewoon tegen je werkbegeleider zeggen, nou, goh, mag ik even met je praten? En kun je even onder tafel zitten. Ja. Er zijn al wel meer dingen waar je dan tegenaan zou kunnen lopen in dit werk? De dood bijvoorbeeld. De dood? Ja. Ja, dat kom je natuurlijk ook tegen. Mensen worden ouder en overlijden. Ja. Maar komt het vaker voor dat ze het over dat soort onderwerp hebben? Dignis, dat is eigenlijk ouderenzorg. En bij ouderenzorg gebeurt natuurlijk ook dat mensen overlijden. Ja. En dat hoort er wel bij. En dat doet natuurlijk altijd iets met je. Ja. Ik doe dit werk al jaren, maar als er iemand overlijdt, dat doet ook nog altijd iets met mij. Gelukkig wel. En dan is het ook prettig dat Remco zoiets bespreekbaar maakt en dat hij dat niet op gaat kroppen. Het is een heel apart vak waar jij voor opgeleid wordt. En wat spreekt jou daar nou zo in aan? Wat mij het meeste aanspreekt is als je iets, een zorgvrager, een gewassen hebt, dat die blij en voldaan op een stoel zit van ik ben gewoon goed gewassen, dat alles is schoon en netjes achtergelaten op de kamer. En dat geeft mij echt een goed gevoel. Ik ben Maud, ik ben 23 jaar. Ik doe de opleiding voor zorg en IG intern. Ik werk met demediterende en die vind ik echt heel erg tof. En wat is dat? De zeehond. Ah, een zeeleeuw? Ja. Hoe komt die hier? Aan mijn aaien. Vanmiddag? Ja. Oh, dan heb je hem meegenomen. Ja. Hij was van een week ook al een keer hierheen op reis. Ook bij iemand van jullie. En toen hebben ze ook hier mee heen genomen. Moet u eens voelen hoe zacht hij is. Moet eens voelen. Wat is poeling? Voelen. Voeden? Lekker zacht, hè? Oh, dit bedoel je. Oh, dat is heerlijk, hè? Oh. Maud, net bij die mevrouw, wat gebeurde er nou precies? Nou, mevrouw was heel snel afgeleid. En had niet de mogelijkheid om een paar te knuffelen. Wat deed jij nou precies? Nou, ik probeerde haar er weer bij te halen om ook te zeggen van, mevrouw, moet u eens voelen hoe zacht Paro is? Ja, dat je dat deed inderdaad. Ja. Maar nee, ze was te snel afgeleid. Ja. En ze ging op een gegeven moment ook de kamer uit, zag ik. Ja. Nou, als u dan van het bed afstapt, zit hier onder het bed zit een sensor. En die gaat dus af en dan krijgen we dus uit, vlak bij de deur zit dan een lampje die gaat branden. Nou, dan kunt u ook zien waar u natuurlijk heen loopt. Ja. En dan luister ik. Ja. En dit zijn speakertjes. Dan kan ik dan, een soort van babyfoon om zo maar te zeggen. Dan kan ik luisteren wat er gebeurt. Ach, Nico is uit bed. Zeg Maud, ik lig hier nou wel lekker, maar ik wil eigenlijk trekken in een glaasje wijn. Kan het ook geregeld worden? Ach Nico, het is hier geen hotel. Dan ga ik het zelf wel halen hoor. Supermarkt is dit. Hé, Minko. Hey. Waar Maud nu mee bezig is, hè? Achter die computer hier, met die mevrouw.
die hier woont. Wat is dit? Nou, dit is een brain trainer. Een wat? Een brain trainer voor een computer. Brain trainer? Ja. Het is een computer speciaal voor senioren. En het is bedoeld om in gesprek te komen, om samen actief te zijn. En ja, ik denk dat het modern is, dus voor de ouderen die wat moderner is ingesteld, dat hij ook een passende activiteit heeft. Waar gaan we doen heen? We gaan nu naar de keuken om even te koken voor de bewoners. Dat is in de huiskamer. Oh, je gaat nog koken ook? Ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat jij gaat koken. Nou, dat laat ik u zien. Oké. Okay. Ik ben Kim, ik ben 18 jaar oud. Ik doe de opleiding tot verpleegkunde aan het Alpha College in Groningen. En ik loop stage bij Bernlef Dignis in het extramurale team. Kim, wat voor plek is dit nu waar je werkt? Nou, dit is een extramurale stageplek. Hm? En, nou, dat betekent dat je bij mensen in een thuissituatie komt. Mensen wonen op zichzelf. Ja. Of in een aanleunwoning. Ja. En daar komen wij dan dagelijks langs om de alledaagse zorg te verlenen. Het kan zijn een bloedsuiker prikken. Dat kan zijn, zoals ik bij deze mevrouw doe, medicijnen geven. Medicatie uitdelen. En het kan ook een keer zijn dat je een B12-injectie moet geven. Een B12-injectie? Ja, bij mensen die bepaalde vitamines tekort komen, moet je daarvoor injecteren. Ja. Het kan zijn dat iemand gekatheteriseerd moet worden. Ja, allerlei dingen. Ja. En ook gewoon de alledaagse zoals wassen en kleden. Hallo. Ja, ik kom net bij mijn vrouw weg en moest ik bloedsuiker prikken. Alleen die waarden waren toch wat hoger dan normaal. Wat moet ik hiermee doen? Had je ook nog in het werkplan gekeken bij welke waarden mevrouw misschien bijgespoten moet worden? Want mevrouw is wel bekend met hoge bloedsuikers. Oké, ja, had ik wel gelezen. Dan zou ik toch even willen dat je mee zou lopen voor de zekerheid. Ja, nee, dat is helemaal goed. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar kamer 16. Dat is meneer Luurtsma. Meneer Luurtsma? Ja, dus dan gaan we eventjes op bezoek komen. Meneer Luurtsma is afgelopen week is hier ziek geweest. Ja. Met een luchtweginfectie. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon eventjes kijken hoe het met hem gaat nu. Ja? Ja, ja. Nou, kleine stukken of grote stukken, maakt niet uit, hè? Ja, dat kan je toch zelf wel regelen? Ja, maar je moet toch, je moet de ouder toch altijd bij betrekken. Het is zijn eten, hij gaat het straks opeten. Dus dan vraag je wat ze het liefst willen. Kleine of grote. Ja. Ik ben als het ware gast in zijn huis, dus... Gast? Ja, ik kom hier... In zijn huis, ik help meneer. Dus ik kan hier niet alles lopen bepalen, laat ik zo zeggen. Ja. Dat is net als iemand in je eigen huis alles komt zeggen van nou dat moet zo en dat moet zo. Nou, dat gebeurt niet hoor. Hoe dat maakt niet? Nee, ik heb net pauze gehad. Hallo, mevrouw. Hallo Kim. Gaat alles goed? Ja hoor. Is het allemaal goed gegaan met de medicatie? Ja, prima. Dan zien we u vanavond weer. Oké, tot vanavond. We hebben al een hele hoop gezien en gedaan hier. Vandaag ben ik heel blij mee. Ik heb best wel een aardige indruk gekregen, maar wat ik me nou vraag. Hey, jij bent 23 jaar oud. Wat is er nou zo aantrekkelijk voor jou om hier te gaan werken? Nou, de organisatie en de samenwerking met mede-collega's vind ik leuk. Elkaar feedback geven, dat is natuurlijk ook... Ik krijg feedback, maar ik kan ook een collega feedback geven. Dat kan gewoon hier. Ja, maar je werkt met je collega's hier samen. Het is allemaal vast goed geregeld. Maar hoe doen jullie dat dan met elkaar? Nou, we hebben een kwaliteitshandboek. En daar staat registraties in een protocol. En daar werken we gewoon aan. Daar moeten we ook in kijken. Dus je bent elke dag gewoon professioneel bezig. Zorgdossiers. Ja. Dat moet je dus kennelijk hier in de praktijk leren. Ja. Ja. Heb je misschien... nog veel meer. Noem nog eens iets anders dan, wat je hier kunt leren en niet op school. Nou, bijvoorbeeld wondverzorging.
Mm-hmm. Op school heb je een pop en dan heb je een plastic wond. Hier op het werk, daar heb je gewoon verschillende wonden. Dus ook verschillende verbanden en theorieën die je erbij moet pakken. Ja. Kijk, ik moet het opnemen. En dan maak ik hem vast. Waar zit? Goeiedag. Nu hang je. Ja, inderdaad. En dan kan ik die er zo uithalen. Ja. Goed. Ja, zal ik u weer terugplaatsen in de rolstoel? Ja, ik geloof niet dat je hier de hele middag wil blijven hangen. Kim. Mout. Rotzak. Dat is een kleine huisje. Bekijk haar video. Filmpje. Oké, doe hem nog een keer. Video. Wil jij weten wat er is? Hij was zo leuk.